Hallo, mijn naam is Emma. Vandaag ben ik je virtuele gids door de infomodule over het capaciteitstarief in combinatie met SMAPI. De manier waarop de nettarieven vanaf 1 januari 2023 worden berekend, heeft een impact op de factuur van uw energieleverancier. In deze video leggen we uit hoe je via de SMAPI-installatie het capaciteitstarief kunt opvolgen en zelfs gaan sturen. Beginnen doen we met een algemene introductie over het capaciteitstarief. Onze energiefactuur bestaat uit vele verschillende stukjes. Een van deze stukjes zijn de nettarieven. Deze nettarieven betaalt u om elektriciteit en aardgas tot de woning of onderneming te brengen. Voor Fluvius dekken ze de kosten voor de aanleg en onderhoud van het distributienet en de transmissiekosten die Fluvius aan ELIA betaalt. Door de energietransitie verandert zowel de vraag op het distributienet als de manier waarop we het distributienet gebruiken. Denk maar aan de eigen productie via zonnepanelen, het verwarmen via warmtepompen en het rijden met elektrische wagens. Vroeger werd de vraag van gezinnen en ondernemingen gespreid door gebruik te maken van een dag- en nachttarief. De nieuwe wereld zorgt ervoor dat gezinnen en ondernemingen op een andere manier moeten aangemoedigd worden om het distributienet efficiënt te gebruiken. Dit vroeg dus om een herziening van de nettarieven. Een deel van de nettarieven verandert vanaf 1 januari 2023 in een capaciteitstarief. Belangrijk om op te merken is dat het niet gaat om een bijkomend tarief, maar om een andere aanrekening van een beperkt deel van de factuur. Het merendeel van de energiefactuur blijft gebaseerd op het eigenlijke verbruik en wordt dus aangerekend per verbruikte kilowattuur. In de grafiek kan je de verdeling zien van een gemiddeld gezin in oktober 2022. De nettarieven maken op dat moment ongeveer 13% uit van de totale factuur. Na de invoering van het capaciteitstarief blijft het aandeel ongewijzigd, maar is dit nu opgedeeld in twee blokken: een stuk capaciteitstarief en een stuk overige nettarieven. Hoe wordt dit capaciteitstarief nu juist berekend? Om te beginnen moeten we een onderscheid maken tussen een digitale meter en een klassieke meter. Bij een digitale meter is het tarief berekend op basis van de gemeten maandpieken? Als basis wordt hier de gemiddelde maandpiek van de afgelopen 12 maanden genomen, met een minimum van 2,5 kilowatt. Een gezin zal een groter deel van de nettarieven betalen op basis van capaciteit en een kleiner deel op basis van verbruik in kilowattuur. Bij een klassieke meter is het niet mogelijk om de maandelijkse pieken bij te houden. Vandaar wordt er gewerkt met een vast bedrag op basis van een maandpiek van 2,5 kilowatt. Een gezin zal een groter deel van de nettarieven betalen op basis van capaciteit en een kleiner deel op basis van verbruik in kilowattuur. Voor alle meters geldt dat het verschil voor de nettarieven tussen dag- en nachturen verdwijnt. Iedereen betaalt dus op elk moment hetzelfde nettarief. Laten we dus verder gaan met de digitale meter. De digitale meter slaat per kwartier de meterstanden op. Per dag zijn er dus 96 datablokken met geleverde en teruggeleverde stroom. Deze meterstanden noemen we kwartierwaarde. Het kwartiervermogen is de hoogste kwartierwaarde voor die dag maal 4. Of anders gezegd, een hoogste kwartierwaarde van 0,750 kWh resulteert in een kwartiervermogen van 3 kW. De maandpiek is het hoogste kwartiervermogen van 1 maand. Iedere maand heeft dus een specifieke maandpiek. Dit is het kwartier van de dag waarin het net het meest werd belast. Het eigenlijke tarief wordt berekend op de gemiddelde maandpiek. Dit is het gemiddelde van de maandpieken van de afgelopen twaalf maanden. Op basis hiervan berekent de energieleverancier het capaciteitstarief. In Vlaanderen is dit gemiddeld 40,4 euro per kilowatt. Dit klinkt vrij complex. Groot gelijk, laat het ons vereenvoudigen via een aantal voorbeelden. In de tabel vind je het piekvermogen per maand voor een gezin. Deze gegevens komen rechtstreeks van de Fluvius website. Iedere maand heeft zijn eigen specifieke piek, maar de gemiddelde waarde over de 12 maanden is 3,77 kW. Dit is dus de berekeningsbasis voor het capaciteitstarief. Iedere regio heeft een eigen tarief, maar als we het gemiddelde nemen dan komen we uit op een capaciteitstarief van 152,31 euro. Nog een aantal extra voorbeelden. In voorbeeld 1 hebben we een gezin met een gemiddelde maandpiek van 4 kW. Gebruikmakend van het gemiddelde tarief voor Vlaanderen, dan kunnen we berekenen dat het capaciteitstarief voor dit gezin 161,60 euro per jaar is. In voorbeeld 2 hebben we een gezin met een gemiddelde maandpiek lager dan 2,5 kW. Gezien het minimumtarief 2,5 kW is. Zal het capaciteitstarief berekend worden op deze 2,5 kilowatt, wat dus resulteert in een capaciteitstarief van 101 euro per jaar? Nu heeft u een goed zicht op wat het capaciteitstarief is en wat de impact kan zijn op uw energiefactuur. In een volgende presentatie gaan we dieper hoe u via SMAPI uw verbruikspikken kan opvolgen en beïnvloeden.